kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag, even kijken. Ik weet niet welke dag, 11 augustus en het is nu 4 over 9. We zitten bij Starbucks en ik heb een latte gehaald. Ik ben met Ines, Nou, we gaan naar Amsterdam en voor om te winkelen daar en rond te lopen. En ja, ik zie jullie zo weer als we in de trein zitten. Dat hoeft niet, dat maakt niet uit. Leuk hoesje heb je, James. Oh, dank je. Hey, ik heb een mini. Dit strand, daar waren we ook mee geweest toen we op kamp gingen. Nee. Hier klik hem weg. Behind the scenes. Voor een Snapchat selfie. Wil je me trouwens volgen op Snapchat? De link zal hier ergens beneden staan. Hoe is het? Zo, wat is jullie beste kant? Deze kant? Of deze kant als je zelf? Geen nee. Maar mij is deze, want als ik kijk, ik weet niet. Als ik zo doe, dan is het mooier. Als ik zo doe, dan is hij echt kracht. Kracht, kijk. Zo. Zo. Just say it. Ik ga erin. Hey Jamie, we doen what's in your bag. Oké. Dat is interessant hoor. Dit is mijn tas. Van de H&M. Oké, wat zit erin? Een flesje. Indo cent. Oh, dat was mooi zeg. Ik moet hem toevoegen. Lucas. Ik zoomde in en jij deed zo toink en toen zag het echt heel kwaad. Ja, deze lucht om. Ja, dikke lul. Kijk dan. Ja, is niet echt. Dat weet ik uit erbij. Mijn koptelefoon. Oh, I'm listening to my music very much. Very much. Mijn Starbucks car. Die moet in mijn portemonnee. Dionys favoriete snoep. Wat zoom je in op mijn tas? Dan heb ik een flesje O2 Life. H2O. Ja, water, zeg maar. Dus ik heb twee keer te drinken. Dan heb ik hand en body lotion van Thierry Moon, de Raspberry Kiss. In mijn tas zat. Een hand en body lotion. Een body lotion? Goedemorgen, dames en heren. Nice. Ga ik het proberen. Laat ze mij opladen. Nou, dat gaat even. Met een frutella-ding. Bel je frutella's op? Nee. Oh. Ik heb mijn tas. Ik is niet jij. Maak mijn tas maar open. Nee, je mag mijn tas open maken. Ik heb geen geheim. Oké. Dit zit dus in Ines' tas. Als eerste. Ik heb een mooie voorvak, Jan. Oh, deze tas is trouwens van de Bershka. Voor 34,99. Oh, wat zijn dat? Zeker toch? Geen kaartje. Een zonnebril en oortjes. Oh, wauw, wat een mooie zonnebril. Waar is dat van? Van de Riffel. Staat erop. Riffel uit het. En allemaal van dit soort dingen. Oh ja, speltjes. Okay. We zijn by the way in Haarlem. Dan gaan we naar het grote vak. Waarom doe je dit? Hij is dicht. Je maakt het kapot. Dat is het grote vak. Telefoon met dit kitty little Winnie the Pooh. Van Mimi in de box. Haar mooie oplader. Van de Hema. Grootje mozzarella ofzo. Ja, mozzarella. Die moet ik opeten. Wie is Mark? Dat is mijn vader. Ik heb zo'n oplader gestolen. We hebben allemaal een iPhone thuis. En een flesje drinken, een tablet en een... Dit allemaal. Dit was er. Dit was het Ines tas. Ja, bijna. En hieronder zit nog... Masterbuffet. Hoe weet je dat? Masterbuffet op pettingtas. Niet waar, ik vergeet dat altijd. Oké, dat mag je niet in de vlog. Nee, dat mag niet. Hier.
Hierbij. Ik heb ook nog make-up in zitten. Ja, maar dat boeit niemand. Hallo, ging mijn camera bek weg. Nou, ze zijn in Amsterdam. Jee, zijn er. En we gaan nu lekker winkelen. En we gaan eerst naar de Bijenkorf. En dan gaan we naar Forever 21. Ik hou echt van Amsterdam. I love it. Jullie gaan zo filmen. Oké, we gaan nu naar Amsterdam. We zijn nu in Amsterdam. En we gaan naar de Bijenkorf. Want Ines wil het Miranda Sims boek. Laat even in de comments weten waar je dat Miranda Sims boek kan kopen. Gewoon in Nederland. Want she wants that. En ja, ik hou echt van Amsterdam. Oh, I love it. Ik zweer. Het is gewoon echt fucking random. Oh, moet ik hier stoppen of niet? Ik loop gewoon door. Bijna gereden door een trein. But oké. Niet overdrijven. Ja, we gaan dus lekker nu winkelen. En dan zie ik jullie zo weer. Dus later. Ik ruim van Zara, broek van Coolcat. En mijn Adidasjes Superstar. En dit is Ines' outfit. Ook van Zara, broek weet ik niet. En River Island. Dus waar gaan we nu heen? Oh jongens, we waren net op zoek naar het boek van Miranda Sings. Maar we konden het niet vinden, dus we moeten even verder gaan zoeken in Amsterdam. En dan zie ik jullie zo weer. Tot ziens. En ik heb dit witte shirtje aan. Maar ja, kijk, ik vind op zich vind ik hem wel heel erg schattig. Maar ja, hij bedekt gewoon bijna alles. Maar ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden hoor. Want ik vind hem op zich vind ik hem wel leuk. Op gewoon deze outfit. Zo. Maar ja, kijk, wat ik. Oké, ik ga je dat vertellen. Wat ik haat is zeg maar je hebt de sheet. Zeg maar, dat vind ik een beetje irritant. Maar ik heb ook nog deze olijfgroene trui. Ga ik nu passen. Ik weet niet of ik deze neem. Als ik hem echt heel erg leuk vond, had ik wel gedacht van ja, yes, ik ga hem nemen. Maar ja, de mouw vind ik ook wel heel erg schattig. Moeilijk. Ik denk er even over na. Dus ik ga nu die groene passen. En die zien jullie ook zo. Dus die zien die groene ding wat ik aan heb. Ook super schattig. En wat stoerder. Ik denk dat ik dat witte shirt wel neem. Want ik vind het echt heel erg leuk. Ook een scherp zitten. En deze trui vind ik ook wel heel erg leuk. Ik moet letten dat ik niet met mijn hand op het trui zit. Ja. Wacht even hoor. Ik ben even aan het filmen. Deze trui, ik denk dat ik hem neem. Want hij is maar 6 euro. En ja, voor 6 euro heb je wel een mooie trui. En hij maakt me ook gewoon dun. Dus ik denk dat deze trui wel neem. We zijn nu in de lift in Urban. En ik heb wat gekocht bij Coolcat. En we hebben allebei wat gekocht bij Forever 21. Binnenkort komt daar een shoplog van op mijn YouTube kanaal. En ja, we stappen nu de lift weer uit. Dus ja. Nee, want nu zitten we weer. En we gaan nu weer naar beneden. Dus tot zo. En we hebben het boek van Miranda. En dit is onze buit. Laat even zien. De buit. Het is echt veel. Gewoon. Laat jouw boek zien. Oh ja, ik heb niet het boek van Miranda, want die heb ik dus gekocht. Ik heb twee boeken gekocht die ik super graag wilde. Dat is deze. Girl 9, waarom heb je een papiertje? Dat ziet er niet echt Tumblr uit. Nee, was er wel laatst. Die wilde ik al super graag hebben. En die heb ik nu gekocht. Want ja, ik dacht, nee, ik kan hem lezen. Ik ga niet meer in de zak. Maar het zal wel. Oké, doorspoelen. En ik heb het boek van Joey Graceffa, A Real Life, My Journey to Pixelated World. En er staat heel goed een handtekening van hem in. Ik zoom in nu. I love it. Dus dit boek heb ik gekocht. En voor de rest, ik ga binnenkort wel nog een shoplog opnemen. Dus van al die dingetjes die ik vandaag heb gekocht. En het grappige was dat we dit boek zagen. Ik zag het boek van dat we in de boekenwinkel inliepen. En we dachten, nee, daar hebben ze het boek ook niet. In mijn hoofd of niet? Ja, waarom niet? En op een gegeven moment staat daar dus het boek van Miranda. En ik ging echt gelijk op af. Ik heb zelfs iemand aan de kant moeten duwen. Voor omdat Ines die zo graag wilde. Dus hier. Thank you. En als ik het uit heb gelezen, mag Jamie ja, en dat is ook bij deze twee boeken. Als ik hem uit heb gelezen, mag Ines lezen. Dus, I love it.
heb het ook. Okay. Ik ga binnenkort nog wel een shoplog opnemen. Dit gaan we niet gelijk nu. Nee. Zo niet. Ik ga hem thuis opnemen. Dat is wel chill. Dus dat komt binnenkort nog online. Ik denk als deze vlog online komt, dat de shoplog om 3 uur online komt. Dus om 3 uur de shoplog, om 4 uur de normale video vlog volgende week. Check it. Oh, vandaag dus. Vandaag de shoplog hebben jullie misschien al gezien. Dan zien jullie nog meer wat ik bij de order. Dan zien jullie ook dit. En dit. En dit. Dat is van mij. En nee. Oh nee. En dit. Nee, je hebt deel gekocht. Ik word verklapt. En dit. Oké. Okay. Ik heb deel gekocht. En dit waren de koopjes. En waar zijn we nu, Jamie? Ja, dat heb ik gezegd. We zijn bij Rembrandtplein. En daar. Oh, moet ik hem omdraaien. Ja, wat is dat? Daar wordt het wel een uit. Het was toch ergens anders? Nee, dat is daar. Oh. Ik dacht dat het daar echt was of zo. Ja, daar was het eerst, maar toen is het daar. Daar is een Starbucks. Dus daar gaan we straks het halen misschien. Misschien. En we zijn nu lekker aan het chillen. En Oh nee, Lina. Inesia drinkt Oase. Super lekker. Toch? Ja. En dit is onze buit. Oh en we God, chillen hem nu hier. Cycle. En we chillen hem nu hier. Super chill. Op het Rembrandtplein. En dit is onze buit. Maar dat hadden jullie al gezien. Volgende week dus, als je deze video ziet, staat de shop nog al online om 3 uur. Dus hebben jullie al gezien. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Tot zo. Wat heb je allemaal gekocht, Jamie? Dat zien jullie in de shoplog. Grapje, maar ik heb een briefing, want jullie hebben toch allemaal dit. Deze chocolate brownie mini bite. En een grote pot. Ik had dat niet gefilmd hè, dat je zei dat je het hele pot had opgegeten. Huh? Ik had dat niet gefilmd, dat je de hele pot had opgegeten, dat je dat zei. Daarmee weten die mensen ja, hij heeft gisteren een hele pot opgegeten. Deze chocolate brownie mini bites. Je ziet het niet goed, wel. Oh, kijk eens. Ik heb 6. Ik heb 2 pakjes van deze 6 cottage pancakes. Gehaald bij de markt. Ik heb een cracker 21. Ja, maar zij zegt alles. En ik heb een boek en wat. Maar ja, ik ga nu filmen. Dat Ines er. Ja, dat is. Echt uitzoomen. Ja. Jij moet vertellen. Bij de Forever 21 heeft. Ja, jij moet vertellen. Hij was 14 euro. Leuk. Een trui. En ik denk dat ik hem gewoon ga dragen op een rokje. Dus gewoon op skateboard. Je lacht me uit. Ik lach je niet uit, ik lach je toe. Oké. Okay. Dat was het eerste wat ik bij Forever 21 heb gekocht. Jullie. Het haar. Ik zie geen man. Oké, waar zou het volgende gaan? Doe maar de boekenwinkel. Nou, wat een magazine gekocht. In staal. Wie staat op de 8 voorkant? Ik weet niet wie dat is. Ik heb hem nog nooit gezien eigenlijk. Maar ga maar, ga maar door met de shop. En wat heb je nog meer gekocht? Lukt het? Het boek van Miranda Sings. Jos. Ik heb er nog niet in gekeken. Jamie heeft echt serieus bijna de helft van het boek al gezien. Hij baat echt zo door. Ja. Ja, ik vind het gek. Er staan allemaal gekke plaatjes hierin. Oh, dat heb je ook nog. Koekje. IJsgod. Hier. Bij de Sagan. Ja. 14. 99? 95. Ja. 14. 95.
aan doe ik het. Geen idee. Dat is een niet zo dichtbij. Oh, sorry. Geef het. Kijk. Parfum met geur van vanille en die was 5,99 hier. Oh ja. Ja. Oké, toen zijn we naar Marcus Spencer of zo gegaan. Nee, dit is niet in de goede volgorde, Jamie. Nou, mijn boeien. Ja, ik heb thee. Voor je. Mama. Haha. En dit leek me gewoon leuk. Het ziet er cute uit. Het is wel zwaar. Ik heb er denk ik uren mee rondgelopen. Ja. Ze is heel goed. Wat zeg je? Ze is heel goed bezig geweest vandaag. En hij is gewoon. Ja, dat ijsgroentasje. Ja, oh. Zegt op groen. Zeep gekocht. Pa Secrets. Ja. Ruikt wel lekker bij. Ga er aan ruiken. Lekker kokosnoot. Beetje frisse. Ruikt heel erg naar zomer. Als ik zomer zou beschrijven, zou ik zomer beschrijven. Doekjes. Voor vakantie. Volgens mij zijn mijn nagels heel vies, ja. Oké, film maar niet mijn nagels. En wie kwam die tegen? Mooi. Dan ga ik een nieuwe concealer proberen. Van het merk. Die zetten we hieronder. Dat is Catrice. Dit was volgens mij 3 euro of zo, 3,99. Ja. En dan een kastje. Want ja. Ik hou van verven. Mijn gezicht verven. Dat vind ik dat zo leuk. Wat nog meer? Oh ja, super. We zijn dus op een Amerikaanse winkel geweest. Kan jij wat meer over Jamie? Nou. Die Amerikaanse snoepwinkel die verkoopt echt hele lekkere snoep die je niet in Nederland kan kopen, maar wel in die zaak in Amsterdam. Hij heet IJsgod en ik zet het adres wel ergens hier in beeld, hier denk ik. Ga daar zeker even heen, want daar verkoopt ze echt alles. Reese's, everything. En daar heb ik ook wat dingen gekocht. Ze heeft cheesecake gekocht. Die vond hij? Ik, zoals always. Niet waar, ik zei van, hey Jamie, ga je die cheesecake geven, want ik ben daar te klein voor. Ja, like always. Heet zo'n ding nou Twinkie, toch? Ja. Twinkie. Dit is al open, omdat Jamie niet kon wachten. Kisses. Van Hershey's. Best chocolate ever. Nee. Koop het niet. Het was echt niet lekker. Zeg wel dat het lekker is, maar het is niet. En de kwee. Van nieuwe versie. Love it. Dat weet je niet eens. Van nieuwjaar Milky Way is lekker. Dat was alles. En een uur geleden is dan de video, de shoplog online gekomen, wat ik allemaal heb gekocht. En de buiten, dat ligt daar. Het ziet er best wel veel uit. Ik heb niet zoveel. Maar best wel wat leuke dingetjes. Dus ja, jullie hebben de video al gezien. Dus doe een dikke duim omhoog. Doe een dikke duim omhoog. Als je deze vlog, video leuk vond. Ja, doe ook een duimpje omhoog als je Ines leuk vindt. En zet even in de comments wat je aan haar leuk vindt dan. Dat is dan. Oké, film jij jezelf maar hier. Camera. Ik ga kijken hoe het eruit ziet. Nee, moet je doe eens even of zo. Nou, ik heb dus net de shopping opgenomen. En ik heb nu wat aan van Coolcat. Dit zien jullie trouwens in een shoplog die een uur geleden online is gekomen. Ik weet niet of jullie hem ook zien. Dit is de ravage. Van de shoplog, hier ligt alles. En ik ga nu alles gewoon een plekje geven in mijn kamer. Ik ga gewoon alles een beetje opruimen. En ook wat dingetjes naar beneden brengen. Ik ga denk ik die Pink Lemonade ga ik proberen. En een aflevering kijken van Danny Lowinski. En ondertussen eet ik gewoon 3 pannenkoeken. En dan vanavond lees ik gewoon een hoofdstuk uit het boek van, weet ik nog niet, van Zoe of van Joey, ik weet het nog niet. En dan ga ik de kleding eventjes die daar ligt, ga ik opruimen.
En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Zit in Cool 8 die ik vandaag heb gekocht. In de smaak Pink Lemonade. Die ga ik nu maken voor jullie. En ondertussen ga ik lekker editen straks. En dat ga ik doen met een Twinkie. En deze pannenkoeken. Dus ik ga dit flesje vullen met water. En ik denk dat jullie gewoon even neer gaan zetten. Want ja, wacht heel even. Ik ga nu even een slokje nemen, dus ja, ik doe het gewoon zo, dus proeven. Oh, dit is nog erger dan citroen. Oh, nee, die koel heet niks voor mij. Oh, dit is zuur. Ik ga lekker pannenkoeken eten met poedersuiker. En ondertussen drink ik er een lekker glas cola bij. Super chill. Dit ga ik lekker eten. En ondertussen ga ik de vlog editen. Dus tot zo.